Het besluit van de regering om de belasting toegevoegde waarde, de BTW, voorlopig aan te houden is terecht. Dat zegt de NDP-parlementariër en voorzitter van de Vaste Commissie van Financiën in de Nationale Assemblée, Amzat Abdul. De parlementariër vindt dat de regering alle ruimte moet krijgen om de BTW organisatorisch goed in te leiden. Een van de belangrijke actiepunten in deze fase is dat de omzetbelasting moet worden ingetrokken, terwijl de loonbelasting aanpassing behoeft. Gezien beide belastingvormen vrij complex in elkaar zitten, is er meer tijd nodig. Aldus Abdul. Dat eigenlijk binnen ons Belastingdienst er jaren, decennia lang, laat ik het zo formuleren, niet is geïnvesteerd. BTW is een heel ander systeem. Het is een nieuw systeem. Het is iets dat eigenlijk heel nieuw is voor ons land. We gaan het voor het eerst doen natuurlijk. Daarvoor moesten eigenlijk van tevoren al in een aantal zaken geïnvesteerd zijn. Het ministerie is begonnen met het werk. Zoals u weet zijn er 2 seminars georganiseerd. Er is gesproken met verschillende actoren. En nadien evalueer je van waar zijn we, want je praat met de actoren, wat moeten we nog doen, wat gedaan moet worden. En je stelt natuurlijk targets in. Zie je dat het niet haalbaar is, dan vind ik het wel perfect van het ministerie dat de ministerie op tijd aangeeft van jongens, we gaan het verschuiven. Dus gelet op al die zaken zou je kunnen zeggen van het is gewoon een stukje transparantie, het is gewoon een stukje goed bestuur vanuit het ministerie. Abdul vindt de kritiek op de invoering van de BTW, die momenteel wordt geuit vanuit de oppositiebanken, onterecht. Hij vindt dat de regering juist systemen probeert te vernieuwen die de regering Venetiaan niet aandurfde. De meeste hervormingen, ten aanzien tenminste fiscale hervormingen die doorgevoerd zijn, zijn door deze regering gedaan in samenwerking met IDB, met projecten en programma's gefinancierd door IDB. Het is op dit moment dus belangrijker om die hervormingen voor te zetten, door te voeren en wanneer je daar bent en zegt van hé, nu kunnen we BTW feilloos doorvoeren, dat je dan BTW doorvoert. En het is ook belangrijk dat je luistert naar de actoren, want je moet communiceren met de actoren. Wanneer de actoren vinden, bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de vakbonden, of noem maar op, vinden van, no, dit gaan wij niet halen, want we zijn niet in staat om nog dit te doen. Of je weet van, hey, bij de douane liggen die en die en die knelpunten, we moeten ze oplossen voordat we het overgaan tot BTW. Dan zeg ik, dan moeten we dat proces rustig doorlopen, want we moeten geen fouten maken. NDP-parlementariër Amzat Abdul over het besluit van de regering om de invoering van de belasting toegevoegde waarde voorlopig aan te houden. De BTW zou per 1 juli 2018 worden ingevoerd.